Goedendag, ik ben Frans Bon, culinair adviseur en chef-kok van Apollo Solina. En ik ga vandaag maken homard thermidor. We gaan uit van een gekookte kreeft. Deze kreeft heb ik dus gekookt in een koel bouillon. Water, witte wijn, wat groenten en wat kruiden en wat zout. We gaan nu de kreeft schoonmaken. Doorsnijden, schoonmaken, hoe je het wilde noemen. Zo zie je dus de twee staarten. Waar we hierbij op moeten letten of er nog een darmkanaal in zit. De bedoeling is met thermidor dat de kreeftenstaarten en de overige kreeft uit de scharen worden teruggelegd in de schaal. Daar komt een saus bij en daarna wordt die gegratineerd met Parmezaanse kaas. Dus je wipt eigenlijk de kreeftenstaart er makkelijk uit. Hier zie je wat ingewanden zitten. Die laat ik gewoon zitten, want dat is ook smaak. Sommige mensen halen dat weg. Ik persoonlijk heb daar geen moeite mee. Je checkt hem even op die darmkanalen. Nou, op zich valt het bij deze reuze mee. En dan gaan we de rest schoonmaken. Wat de scharen betreft, knakken we hem even open. En zo haal je voorzichtig het pootje eruit. En die blijft nu mooi intact. Hier kan nog wel eens een bordje tussen zitten. In dit geval blijft die mooi hierin zitten. Dus deze gaan we dadelijk ook mooi verwerken. Hier komt altijd nog wat kreeftensap uit, maar dat kun je weer gebruiken voor je saus. Dan heb je eigenlijk een mooie fon om je saus smaak te versterken. Nou, hier zit hij nog even vast. En nu komt hij mooi los. Deze maken we ook zodanig schoon dat we het vlees er goed uit kunnen halen. Met een pennetje of een vorkje of een... Of een mespuntje. Nou, dit komt er dus uit de kreeft vandaan. En die gaan we dadelijk weer terugleggen in de schaal en met de saus. Dus dan gaan we eerst de saus maken. De saus voor de thermidor, die maak ik van een aangezet uitje. Blus ik af met wat witte wijn en cognac. Dan doe ik wat room op. Klein beetje peterselie erdoor. En wat klassiek is bij de thermidor, is dat er Engelse mosterd, in dit geval Coleman's mosterd, in gebruikt wordt. Vroeger deed men dat veel met mosterdpoeder. Coleman's mosterdpoeder, maar dat werd ook aangemaakt met een beetje water. Maar je hebt deze ook kant-en-klaar in de handel, dus dat is net zo makkelijk. Dat is de basis dus. Wat er eigenlijk altijd in moet zitten is een scheutje cognac, witte wijn, Coleman's mosterd. Daarna gaan we hem ook de kreeft afgratineren met Parmezaanse kaas. Sommige recepten geven aan Gruyère kaas. Ik heb even nog in de Escoffier gekeken, maar die gebruikte van oorsprong de Parmezaan. Dus dat doen we vandaag ook. Voor de saus gebruik ik wat geklariveerde boter. Die heb ik altijd klaarstaan. De uitjes zetten we aan, dat ze mooi gebruneerd zijn. En die blussen we dan af met een klein scheutje cognac. En een scheutje witte wijn laten we inkoken. Die uitjes moeten mooi gaar zijn, anders dan ga je zo'n bite krijgen op je kreeft. Ook niet te veel uitjes gebruiken, want dan wordt het een te sterke smaak. Als dan je witte wijn en je cognac bijna verdampt is, voegen we een scheut room toe.
veel recepten geven aan bechamelsaus met bloem. Ik doe het dan met room en een eidooier, wat ook vaak in recepten wordt gebruikt. Die eidooier die bindt dan de saus een beetje op het laatst. Schud je room weer even inkoken. De saus brengen we een beetje op smaak met wat Saltwell. Onze natriumverlagende zout. Komt uit Chili. Is een zeezout. Is een type gezonde zout. En wat peper uit de molen. We laten de saus wat indikken. Dan haal ik hem van het vuur. En dan voeg ik die eidooier toe. En klop ik hem snel door. Zodat die eidooier de saus nog een beetje bindt. Dan voeg ik dan een beetje peterselie aan toe. Niet te veel. En ik rasp alvast een heel klein beetje Parmezaanse kaas door de saus. En ook dat geeft een beetje binding. En smaak natuurlijk. Ik werkte vroeger als leerling in restaurant De Nederlander in Vreeland. En dat had vroeger dan in die tijd 2 sterren. En daar stond dit altijd op de kaart, deze klassieker. En daar moest ik gewoon de mosterd onderin de schalen doen. Dus besmeerde je eigenlijk de schalen met de koolmansmosterd. Nou, nu doe ik dat even zo. Dan leg ik daarna de kreeft erin, dan de saus erop, de kaas erop. En dan gratineren in de oven. Dan gaan we die kreeft trancheren. In veel traditionele recepten staat zout en peper, de kreeft. Ik gebruik daar wat citroenpeper voor. Dat geeft namelijk ook nog een frisse smaak aan je kreeft. Ook hier zit wat zeezout in. Wat peper, wat citroen. Dat geeft iets meer verrijking dan alleen zout en peper. Nu dresseer ik de saus over de kreeft. De saus die zakt dan mooi tussen de kreeft, zo mooi de schaar in. Vervolgens raspen we de parmezaan erop. En dan gaan we hem gratineren in de oven. Dat moet niet te lang gebeuren, dan wordt de kreeft te droog. Het is net dat de kreeft mooi warm is en dat er een mooie bruine gratineerde kreeft ontstaat. Gebruik een hete oven, zodat de kreeft ook niet te lang in de oven hoeft te staan. Want anders wordt de kreeft te droog. Dus maximaal denk ik een minuutje of 3-4, zodat de kreeft mooi gegratineerd is en mooi lauwwarm kan geserveerd worden. Bij de kreeft serveer ik wat zeekraal. Die bak ik even aan in boter, doe ik een klein beetje peper op. Is in deze periode volop verkrijgbaar. Groeit aan de Zeeuwse oevers. De zilte smaak komt doordat het water over de oevers klotst. En heerlijk bij kreeftgerechten, maar ook bij diverse schalen, schelpdieren en natuurlijk visgerechten. Ik serveer wat zeekraal aan de buitenkant, zodat het makkelijk gegeten kan worden. En dresseer de homard thermidor op het bord. De kreeft thermidor, toch een van de mooiste klassiekers die we kennen. En heerlijk. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.